I hope this old train breaks down. Then I could take a walk around. Zaterdag 21 en zondag 22 mei werd op een zestal locaties in Moerwijk de derde editie van het gratis festival Vierde Natuur gevierd. Een feest waarbij de inwoners de buurt en elkaar beter leren kennen. Het is een feest dat ieder jaar met passie en plezier wordt georganiseerd. Met als doel u te laten zien hoe prachtig de natuur is en om samen de natuur te beleven. Genieten van activiteiten, maar vooral contact met de bewoners. Misschien een idee om volgend jaar Vierde Natuur samen te organiseren. This engine screams out loud. Centipede gonna crawl westbound. We staan vandaag bij Vierde Natuur en naast mij staat Sjoukje. Sjoukje, goedemorgen. Goedemorgen. Of volgens mij is het al middag. Ja, het is al middag. Ja. We zijn al een poosje bezig. Kun je mij iets vertellen hoe het initiatief van Vierde Natuur ontstaan is? Vierde Natuur is verstaan uit Vette la Nature uit Frankrijk. Is overgewaaid naar Nederland en wij zijn 3 jaar geleden begonnen in Moerwijk om dat feest ook te vieren. Via Vierde Natuur, Moerwijk. En wat houdt het in? Het houdt in dat we iets willen doen met de natuur, door de natuur. Plezier geven aan kinderen, volwassenen. Op allerlei manieren. Met spel, groenten, eten, fruit, bloemen. Dat houdt het in. En in Moerwijk, nou vandaag wordt het gevierd. Ja. Kun je me wat vertellen wat er vandaag allemaal wordt georganiseerd en waar de mensen dan terecht kunnen? Mensen kunnen vandaag in Moerwijk in het puntje terecht bij de Beatrijstraat en hier aan het Laakade. Laakade mogen de kinderen en volwassenen op het water varen met kano's, een soort van race. En in de Beatrijstraat kunnen ze een moktuintje maken. Ze kunnen sminken, ze kunnen karaoke. We gaan bloemen uitdelen aan mensen in de wijk om te zeggen van goh, leuk, u krijgt wat van ons, kom ook gezellig meedoen. Weet u nog iemand anders die ook een bloem kan gebruiken en dat ze dan een extra bloem kunnen krijgen. En we sluiten af met een maaltijd. Iedereen is welkom. En een jaarlijks terugkerend event zoals het nu naar uitziet, volgend jaar weer? Volgend jaar zeker weer, ja, zeker weten. Het is zo leuk om te doen en om mee te doen en alle mensen zijn zo enthousiast, dus fantastisch. Ja. Nou, leuk, heel erg bedankt voor het interview. Graag gedaan. I wanna break on down, but I can't stop now.